Welkom terug bij MLB 14 The Show, zoals je hier kan zien. Dit zijn mijn statistieken van de afgelopen seizoenen. Ik heb 72 wedstrijden gespeeld in de AA, 43 in de AAA en 50 in de MLB. Dan moet je wel in je achterhoofd houden dat vooral in de MLB kwam ik heel vaak zeg maar alleen als pinch hitter. Dat gebeurde zeker in de AA veel minder. Dus ja. Dat zie je hier ook. Ik heb in de MLB minder at-bases dan in de AAA, terwijl ik wel meer wedstrijden heb gespeeld. Wel ongeveer evenveel hits. Dat is best wel knap. Runs, second bases, ja, dat moet misschien nog wat beter. Met verre slagen. Natuurlijk heb ik wel al mijn home run, daar ben ik super blij mee. Wat is CS? Dat weet ik niet. Slug. Ook geen idee wat dat betekent. Heel veel statistieken. Een fielding. Ja, daar ben ik nog niet zo heel tevreden over. Oké, volgende wedstrijd tegen Milwaukee. En we staan... Of tegen New York. En we staan zoals gebruikelijk 5-0 achter. Want waarom ook niet? En dan moet ik het allemaal maar in mijn eentje gaan oplossen. Dat is het idee. Oh man, ik denk dat ik gewoon weg wil uit Milwaukee. Ik weet niet, ik vind dit niks. Ik bedoel, ik weet dat ik geen hele grote speler ben. Ik ben maar 73 overall. Maar je ziet gewoon, als ik speel, dan winnen we meestal. Waarschijnlijk ook omdat we dan sowieso beter team hebben staan. Maar ik bedoel, kom op zeg. Dit heeft geen zin, maar met 5-0 laten... Dit is alleen voor de statistieken, zeg maar. En dan wordt deze nog gevangen natuurlijk. Ja, hier heb ik niks aan. Hier word ik niet beter van. Dan verdien ik 1 puntje voor die hele wedstrijd. Verliezen we met 6-0. Niemand heeft daar wat aan. Man... De woede. En weer verloren. We hebben nu een negatieve record. Volgens mij hebben we het hele seizoen al een positieve record. Het is... Ja, weer tegen de Mets. Kom op. Oké, de hele wedstrijd. Dat is mooi. Oké, niet met het beste team. Gomez is er niet bij. Ah, betekent die twee sterretjes? Betekent dat een rookie of zo? Ik dacht eerst dat het soort van superster betekent. Maar ik zie daar Jimmy Rollins staan, 59 overall. Ik denk niet dat dat een superster is. Misschien betekent het wel iets van prospect of zo, maar ik weet niet. Ik weet niet. Alright. Ik vind het wel lullig dat bij die Mets game dat ze mijn average van 400 hebben gegeven. Terwijl uiteindelijk heb ik wel 3 runs gehad. Dus. I don't know. Ik heb daar gemengde gevoelens over. Oh, die is niet slecht. Oeh, bijna een home run. Oh, hallo. Is dat een home run? Nee. Kom op, ik wil een home run slaan. Nee. Ai, ai, ai. Waarom gooi je hem zo moeilijk? Recht omhoog. Very nice. Alright. Mets versus Brewers. Laten we weer eens winnen. Dan is onze record tenminste weer gelijk.
Right. Ooh. Oh man. Nou, doei. Oké, hij kan zien. Wat was dat? Ah. Ver omhoog. Waarom is dat een poor at bat? Ik sloeg hem gewoon aardig. Alleen maar omdat hij... Omdat het geen punten zijn. Echt die winnaarsmentaliteit in Amerika. Nou, dat was nice. Goeie catch. Blijft 0-0. Twee uit. Geen honken bezet. Die is voor de left fielder. Yep. Of right fielder, ik weet niet. Hoe ze dat hier doen. Nou, kom op. Ik haat dat deze man met rechts gooit. Ik heb veel liever mensen die met links gooien, ik weet niet. Waarom? Oh, is dat een goeie? Nee, het is zacht. Ah, man, kom op! Ik sla ze allemaal wel redelijk, maar... En nu staan ze 1-0 voor, ja. Goddammit. Ik heb punten, ik heb een resultaat nodig. In een beetje late reactie, maar we hebben hem. Ja, oké, goede reactie. 1-1. Oké, now we're talking. Kom op. Don't let me down. Oh man, die was hard. 94. Door het midden. Very nice. Base hit. Daar ben ik tevreden mee. One RBI. Oké, nice. We staan 2-1 voor. Very nice. That's what we need. One strike. Dun 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 dun. Nope. Yep, die is uit. Man, we need some quality. Al die punten binnen. Ja, we hebben natuurlijk nu geen Gomez om dat te doen. Want die speelt niet. Zou zo'n Gomez als pinch hitter gebruikt worden? I wonder. Alright. Die is ook uit. Het gaat lekker zo. Kom op. Oh, hallo. Oh, hallo.
Helaas. Alright. We staan in ieder geval... Oh, we hebben gewonnen. 3-2, nice. Dat hebben we nodig. Zwaar bevochten overwinning. Dat is ook wel eens een keer leuks. Iets leuks. Oké. Okay. We hadden één goede slag en volgens mij die andere twee waren ook wel goed, maar net niet krachtig genoeg. Ik mis een beetje kracht. Ik bedoel, ze waren best wel redelijk getimed en zo. Wat is bunting? Ah, oké. Okay. Drag bunting. Ja, ik weet het niet hoor. Die punten zijn veel te duur. Nou, we kunnen arm strength. Nee, we sparen nog wel. Oeh, at Pittsburgh. Oeh, mijn favoriete stadion. En pinch hitter. Nou, we staan wel 3-2 voor. Zoals ik eerder heb gezegd, zolang we voor staan en ik ben pinch hitter, dan vind ik het prima. Maar als we 8-0 achter staan, dan vraag ik me toch echt af, waarom moet je mij nog laten slaan? Wat heeft dat voor nut? Right, Pittsburgh. Average is inmiddels 2,74. Dat is gewoon goed. Alright, let's do this. And it looks like we'll see a pinch hitter here as he'll come on with the run first and two gone in the inning. Het is wel donker, dus je ziet er niet. Ja, dit is wel slecht eigenlijk. Je zou die lichten van die gebouwen moeten kunnen zien. Ah. Nou, oké, okay, dat was mijn wedstrijd. Hebben we nou gewonnen? Ja, hè? Volgens mij wel. Ja, 3-2. Alright. Ja, ik vind het zelfs nergens op slaan dat je dat pinch hitter. Kijk, in het echt is het wel oké, zeg maar. Omdat, ik bedoel, dan zit je al op die bank de hele wedstrijd te kijken. Oeh, Andrew McCutchen. Ze zijn wel aardige spelers, hoor. Carlos Gomez. Oké, okay, we... Alleen die Joe Mahoney. En Maldonado. Voor de rest hebben we wel een aardig team. Gene Segura. Oké. Okay. Voor de rest hebben we wel een aardig team. We hebben in ieder geval weer een positieve record. Door die laatste twee overwinningen. Daar ben ik wel blij mee. De laatste drie overwinningen zelfs. Maar we staan nu wel echt dik achter op de Reds. Die gaan we niet meer inhalen. Ik weet niet of een derde plaats genoeg is voor de playoffs. Kijk, nu is het overdag. Nu ziet het er mooier uit. Echt Pittsburgh en St. Louis, dat zijn mijn favoriete stadions. Alleen jammer dat dat enorme groene ding voor die brug zit. Right. Laten we beginnen. I'm ready. Kijk, dit is mooi. De Brewers tegen de Pirates. PNC Park. Kwart over zeven, oké. Okay. Niet 's ochtends, neem ik aan. Nou, lekker vroeg in de avond. Het zit niet helemaal vol. Wacht maar totdat we in de playoffs zitten. Als we daarin zitten. What? Maar dat is wel echt iets wat ik wil bereiken in het spel van de playoffs. Daarom wil ik waarschijnlijk ook nog een seizoen extra spelen. Ah, man.
Nu krijg ik een good at bat. Hoe was dat een good at bat? Terwijl de vorige keer, waarin het nog wel beter was, vond ik, kreeg ik een poor at bat. Het slaat nergens op. Makes no sense. Tag out, nice. Oh man. Kom op. Ah, weer zo recht omhoog. Oh, het is een home run. What? Hoe klein is dit veld? Dit kan niet. Ik zweer het, dit was. Was dit in het Milwaukee Stadium? Was dit een home run geweest? Ik denk het niet. Het voelde echt totaal niet als een home run. 364 feet. Moet je mijn reactie. Oh, zo. Oh, mooi stadion. Moet je deze reactie. Het is ook nog best wel dik in een home run. Het is niet zo dat hij net over die muur stuitert of zo. Moet je deze reactie vergelijken met mijn home run tegen de Yankees? Alright. We staan wel achter, dat is wel teleurstellend. Maar we hebben een home run te maken. Oh, kijk hoe mooi. 8:40, dat is wedstrijd. Ja, die baseballwedstrijden duren best wel lang. Ik had echt niet verwacht dat dat een home run zou worden. Alright. Ik ga zo meteen de afmetingen van de MLB-velden even bekijken. Want volgens mij zit daar best wel veel verschil tussen. Ik denk dat dit gewoon een klein veld is. Oh, was dat een strike, jeez. Alright. Helaas. Nou, wel 15 punten. It's not bad. Maar we staan achter, dat is wel slecht. Pittsburgh. Alle tijd. Oeh, er staat een 6-1 achter. Ai, 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 ai. What? Really? Come up. Wat was dat? Wat was dat? Leg mij eens uit wat dat was. Oké, we hebben verloren. Fijn. Vuurwerk. Hartstikke leuk. Maar, ik had wel een home run. Zo'n rare wedstrijd. Voor de rest eigenlijk helemaal niet veel gebeurd. Die home run. What the hell? Hoe noem je dat in het Engels? Afmetingen. Measurements. En dan de volgende vraag. Hoe schrijf je measurement? Measurements. MLB. Field. Baseball field. Wikipedia. Ta 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 ta.
Zo kom ik er niet. MLB field size. Even kijken. Is dat wat te zoeken? Ik denk het. Distance to center field. Ah, het verschilt allemaal niet zo heel veel. Het gaat echt om een paar meter, zeg maar. Ik dacht wel dat het om 10 meter of zo ging. Verschil tussen stadions. Nou, het Comerica Park van de Detroit Tigers is 130 meter. Fenway Park ook van Boston natuurlijk. Miller Park van de Milwaukee, dus ons stadion zeg maar. Die is maar 120 meter, dus vrij klein. Ja, het is allemaal tussen 120 en 130 meter eigenlijk. Yankee Stadium is 124 meter, dus dat is gemiddeld denk ik. En hoe heet dit? PNC, 122. Oké, dus voor mijn gevoel was het gewoon echt, echt. Ik sloeg hem niet zo heel hard, maar ik sloeg hem wel hoog. En hij, blijkbaar had hij behoorlijke... Hoe noem je dat in het Engels? Behoorlijke momentum in de lucht, waardoor dat een home run was. Dus tweede home run in de MLB. Zeer verrast daardoor, maar oké. Volgende aflevering gaan we gewoon weer verder tegen Pittsburgh. Bedankt voor het kijken en tot dan. En dan gaan we ook de training points uitgeven.